Jammer, ik wel. Maar we hebben nog vakantie, dus we kunnen er nog wel bij komen. Want eigenlijk, 4 dagen hossen is best wel vermoeiend, hè? Ola, zit je nou weer te janken? Oh, het is nog niet voorbij, want er staan vandaag nog een aantal reportages klaar. Dus laten we maar gauw beginnen. We beginnen met het Prinsgeburenbal in Totteringen. Jeugdprinses Jovana en burgemeester van Breda, Paul Depla. Open het feest. We gaan straks even kijken wat Henk Zeeleg ervan gemaakt heeft. Maar eerst gaan we naar het vierde en laatste gedeelte van de Brakzitting kijken. Uit Boemeldonk, waar dans, cabaret en nog veel meer te zien is. En het is gemaakt door Kees Rovers. Wat een jankert. Zij is de mooiste van de dansvloer, ze laat zich lekker gaan. Kom eens hier, kom eens bij me, er tegenaan. Zo wild op de dansvloer, ik heb hier zo lang op gewacht. Ja, dit wordt een hete avond en een lange nacht. Zij is de mooiste van de dansvloer, ze laat zich lekker gaan. Kom eens hier, kom eens bij me. Langzaam weer omhoog, ja, langzaam weer omhoog, ja, langzaam weer omhoog, ja, springen
vijf of zes nachten achter elkaar niet geslapen. Ik was lijk, bleek, ik had wallen, dat wil je niet weten. En mijn moeder maakte zich zorgen. En mijn moeder zei, ga maar naar de huisarts. En de huisarts zei, ga maar naar het ziekenhuis, naar een neurofysioloog. Toen ben ik naar het ziekenhuis geweest, naar een neurofysioloog. Dat is een man die alles weet van slaapproblemen. Ben je een rare man? Ik kom er binnen en zei, nou Jochem, ga zitten. Wat is er precies aan de hand? Ik zei, nou, ik ben de laatste tijd nogal moe. Maar beschrijf moe eens! Tja, gewoon moe. Maar beschrijf moe eens! Ja, ik ben de laatste tijd nogal moe, moe, moe. Moe, moe, moe. Moe, moe, moe. Moe, moe, moe. En een wek, wek, wekker, wekker gaat en zegt oeh. Wekker gaan en zeg oeh. En ik ben moe moe, haap haap, wakker wakker. Moe moe, haap haap, wakker wakker. Moe moe, haap haap, wakker wakker. Moe moe, haap haap. Ik ben moe. En ik heb moe moe. Ik heb moe moe. Ik heb moe moe. Want ik ben moe moe, haap haap, wakker wakker. Moe moe, haap haap, wakker wakker. Laat me lekker slapen, moele, moele. Laat me lekker slapen, koele, koele. Moe, moe, hap, hap, pakke, pakke. Moe, moe, hap, hap. Wip, moe, 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 moe. Moele, moele, la. Het is hard en het is zoet en het pakt zo op je toet. Het is net zo lekker als het lijf van Duitse Kroes. Het toetje van de goden, gratis aangeboden. Beter nog dan seks met Kim Holland of je ex. Zo cool. Het is een peukjes pijs voor een schappelijke prijs. En als stracciatella vindt het in je ijs. Je kunt het ook gaan smelten boven een hele hete vlam. Dan wordt het net zo lekker als Nicolette van Dapper. Zo cool. La 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 la. En is je vrouw aan mopperen en is ze niet meegaat. Dat deed haar periode, dat heeft ze eens per maand. U neemt dit bruine goedje en stopt in een snoetje. Het enige medicijn als vrouwen strontvernederd zijn. Choco, la 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 la. Chocola, 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 la 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 la. Choco, chocola, la la. Chocola, 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 la la. Chocola, 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 la 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 la. Choco, chocola, la la. Chocola, 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 la la. Chocola, 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 la 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 la. Choco, chocola, la la. Chocola, chocola, la la. Chocola, 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 la 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 la. Choco, chocola, la la. Ik heb het sinds ik jou hier tegenkwam. Hoe is het, kom vrouwke? Je lijkt toch wel een beetje
wat vond u van deze prakszitting? Ja, volgens mij zijn we allemaal super trots, en ik vooral, op al deze talenten die vandaag een hele mooie show hebben gegeven. Met de bakzitting hebben wij 4 doorlopen, een generale repetitie. En jullie doen gewoon op maandag 1 generale repetitie. En zetten gewoon vandaag in 1 keer een geweldige show weg. En daar wil ik een heel groot applaus voor. Van Breda, Prins Lucas. Jij krijgt meteen een mooie dame met je mee. Ja. Is de al
altijd? Ja. Oh. Hij wel. Uit Bavel, Prins Wout de Tweede. Nog een mooie dag. Prins Julian. Goed, nou hebben we alle hoogheden van vanavond. Maar nu hebben we nog twee hoogheden die we nodig hebben om het spel vanavond helemaal los te laten gaan. Ik wil hier graag op het podium als eerste de voorzitter van AKV De Sikke, Ernst Horsten. Als voorzitter van AKV De Sikke heet ik iedereen van harte welkom. Prinses Johanna, de jeugdraad, alle jeugdraden, de commissie en iedereen die het vanavond mogelijk gemaakt heeft hier en iedereen die hier aanwezig is, van harte welkom. Laten we niet lang praten, maar laten we vooral vieren en daarom geef ik graag de hamer aan prinses Johanna de Eerste van Doetinchem. Aan jou de eer om het festival officieel te openen. Geef een klap op de hamer. Ja, dat is een grandios. Dan zeggen we 1, 2, 3, geopend! En maak er een geweldig feest van vanavond, jongens. Geniet ervan en laat zien dat Carnaval in Breda een feest is waar we met z'n allen enorm veel plezier van hebben. Dank jullie wel. Burgemeester, hartstikke bedankt. We gaan de burgemeester nog even herinneren met jouw medaille. Een fantastische jeugdkapel hebben in Prinsenhagen. En één ding is zeker, wij willen er samen met jullie een geweldig feest van maken. Hartstikke goed. Prins, hier is onze jeugdprinses, die gaat jou een medaille omhangen. En al jouw jeugdraadsleden krijgen diezelfde medaille. Die wordt hier omgehangen door nog twee leden van de jeugdraad van Teteringen. Dus als jij je jeugdraadsleden er ook even bij haalt, komt dat helemaal goed. Mogen komen. Wij zijn hier gekomen met een raad van 11, een marin, 3 hofdames en we gaan ervoor zorgen dat het een heel leuk feestje wordt. Helemaal goed, we gaan het doen. En ik krijg ook jij van prinses Johanna en jouw jeugdraadsleden en adjudantes en de nar allemaal een medaille van het eerste jeugdraden gebeurenbal. Muziek.
prinses van Kielegat. En dit is Lucas, ja, de jeugdprinses van. Jeugdprins van. Ik ben Lucas van de jeugdprins van Kielegat. En wij zijn de jeugdprins en jeugdprinses geworden omdat onze school vorig jaar had gewonnen met de Brakkerslied. En we willen jullie allemaal uitnodigen om te komen naar de, Brakkerslied te kijken op zondag. Ja, bij de carnaval. En nou gaan we nog een leuk feestje van maken. Ik vind het erg leuk om hier te zijn, op de eerste jeugdprinsische burenbal ooit. Ik ben prins Lasse I en ik kom uit Traaien, oftewel Straalsehuis. Wij hebben dit jaar een geweldige jeugd gehad en ook nog eens compleet. De hele week. Dus feest, allemaal twee. Waar is er aan de hand? Hoe ben ik hier gekomen? Ja, hoe ben ik hier beland? Eén ding kan ik zeker, ik heb te veel op. Ik ben Prins Wouter II en kom uit Bavianland. Ik ben 12 jaar en zit op basisschoolspinnen. Ik vind het een eer om dit jaar jeugdprins te zijn. Een paar weken geleden mag eindelijk bekend worden dat ik dit jaar jeugdprins ben. Ik heb er heel veel zin in om lekker carnaval te gaan vieren. Maar het is wel fijn als er iemand naast je staat tijdens carnaval. En daar heb ik een adjudant voor. Joe van Kerdevolle. Hier is carnaval, spannen we in de handen. Hier met carnaval, daar gaat iets uit de stemmen staan. Ja, hoofd weg aan, dan gaan we op de feesten. Dus gooi die handen in de lucht, want er is nog veel te doen. Het was een prachtig, prachtig feest. Deze mevrouw heeft 80% van het werk gedaan, waardoor jullie vanavond zo'n knalfeest gehad hebben. Dus... En we hopen dat het volgend jaar net zo leuk bij jullie wordt. Hier. Wat een feest in Totteringen. Dankjewel Henk en Kees voor jullie bijdrage. En dan gaan we nu kijken naar het scholencarnaval van basisschool De Griffioen in Woemeldonk. Door Kees Rovers. Ook hier worden een aantal enkele mensen in het zonnetje gezet. En dan gaan we ook kijken naar een kleine optocht. Waar zit jij nou mee? Oh ja, we gaan echter eerst nog naar Bavianenland om de kinderoptocht te bekijken. En het is gefilmd door Gerard Martens. Is hij nu weer verliefd op een aap? Ja, dankjewel Volksbrand. Goedemiddag Bavianen en Bavianenkes. Welkom hier op het kerkplein voor de start van de tocht der tochten. De weergoden zijn in ons heel goed gezind, zoals jullie kunnen zien.
En het kan u wel onze klappen uit horen. Prachtige tochtertochten. Ik heb al het een en ander kunnen bekijken vanmorgen. Het ziet er allemaal weer geweldig uit. Ik denk dat we er maar gewoon aan gaan beginnen. Maar dat ga ik niet doen voordat ik onze prins, mini-prins, Prins Wouter II aan u heb voorgesteld. Even een groot applaus. Goedemiddag carnavalse vrienden in de baronie van Breda, Baronie TV. Hier in Bavel, in Baviaanland, voor de tocht der tochten. De optocht, de grote optocht hier in Baviaanland. Veel plezier met kijken. Nummer 1 is nu de start van de tocht der tochten. Nummer 2, Piece of Cake met onze Ken in een maat houden. Verwijzing naar Barbie en Ken. De Barbies, ja, jullie Ken geen maat houden. Dan gaan we gelijk terug. Van nummer 3, de Aliens met als titel Aliens. Nummer 4, ik deel hier de lakens uit. CW in mijn uppie. Hij is een uppie en het is een Donald Trump. En gelijk deur hebben we aan het over nummer 5. We zijn de wolken van CW de Leukmakers. Gelijk deur naar nummer 6. Linde en Mout met Kinderen voor Kinderen. Om al heel snel opgevolgd te worden door nummer 7. We hebben de hoofdrol van de Schurkjes. We hebben de hoofdrol en het lijkt ook een soort Donald Trump. Gelijk door naar nummer 8. De twee discomeisjes met Disco. Zo, nummer 9 zo waren alweer. CV de Bonte Paviaantjes met James Bond. Geen bonte bedoeling bij CV de Bonte Paviaantjes. Dan nummer 10, CV Gasdorp. Baller versus Rico. En natuurlijk een verwijzing naar Valhari en Rico Verhoeven. Nummer 12, de Babbelaars. Mee, we draaien de rollen om. De rollen eruit wordt. Nummer 13, CV Juno. Wij zijn een stelletje oude dozen. Meneer allemaal de rennen van oude dozen. Nummer 14, CV de Koekwoze. Carnaval, we rijden alle kanten op. En dat is praktisch. We gaan aan rijden alle kanten op. Bavianland, Bonnepikkers, Rijk, Struivenbakkers, Laan, Heikreuters, Rijk, Nieuwetammer op. Ze rijden alle kanten op. CV de Koekwoze. En dan CV de Koekwoze. We hebben nummer 15. En dat zijn Jula en Lisanne met de Cowgirls van Babel. Komen erop los. Kijk, kogelballen blazen doen ze, de dames Jula en Lisanne. En dan gelijk deur naar nummer 16. CV de Amigos met Let's Go. Let's Go, CV de Amigos. CV de Makkers, nummer 19. Onze man is de mooiste. En ze verwijzen niet alleen naar de man, maar ze verwijzen naar de MAN, de vrachtwagen. Nummer 20, Dio Live. Weer online. Het weer zit op. Kom gaan, nummer 22, CV Tipsy. Dibbe en Sietse met PlayStation. CV Tipsy. PlayStation, verwijzing naar het treinstation en naar de Play. En alle andere Senna spelletjes. En naar CV Tipsy hebben we nummer 23, Pien en Ivy. De oren van je kop laten, dat waren ze net. En vervolgens hebben we daar nog Lollige Lize. En Lollige Lize, ik kom niet goed uit de verf. Nou Lize, ik kom wel goed. Ja, CV Bommers, ja. Nummer 25, CV Bommers. We krijgen het niet rond. En zullen we eens kijken of CV Bommers het niet rond gaan krijgen. De neefjes. Nummer 26, CV De Biscuitjes met Baviaan Express. Baviaan Express is natuurlijk de carnavalskrant hier in Bavianenland. Maar het is ook een trein. CV De Biscuitjes met Baviaan Express. En daar hebben we dan Fleur. Fleur Groen in het Woud. Ik Fleur de optocht op. Niet alleen de naam is Fleur, maar ze heeft heel veel fleurige bloemen blij. Wij. En dan Fleur ze een Baviaanse optocht bij de kinderen zeker mee op. Nummer 28. CV De Mutskus, wij zijn de Blaasapen. Blaasapen, dat is natuurlijk de Blaaskapel, onze eigen hoofdkapel hier in Bavianenland Stadion. 44 jaar en mooi dat CV De Mutskus daar een verwijzing maken. Wij zijn Blaasapen. Daar komt nummer 29, de Tollemeiden. De Tollemeiden, ze weten geen raad met onze maat. Ze kunnen alle
gaan er nog met de Rockfest, maar ze weten er geen raad mee. En ze worden heel snel opgevolgd door nummer 30. CV de Lakkerbekker. Nee, alle rennen los. En deze is natuurlijk een mooie verwijzing, maar niemand minder dan Jos Verstappen. Natuurlijk de held die wij hebben in Nederland. Formule 1 coureur. Verstappen, je ziet de pakken. Prachtige uitbeelding achter de wagen. CV de Lakkerbekker. Prachtig om te zien, die jonge gasten, dat die nou al start kunnen maken en allemaal zelf gedaan. Dit was de kinderoptocht. We hopen dat jullie ervan genoten hebben. Geweldig. We wensen jullie allemaal nog een heel fijne carnaval. En natuurlijk kunnen jullie ook nog kijken straks naar Volwassenoptocht. Veel plezier en groeten uit Pavianenland. Dan maakten we beslag van eieren, van melk en meel voor pannenkoeken, goud en geel. Wij willen pannenkoeken, pannenkoeken, wij zijn dol op pannenkoeken. Pannenkoeken, pannenkoeken, of koekers, pannenkoek. Hey, pannenkoeken, pannenkoeken, wij zijn dol op pannenkoeken. Pannenkoeken, pannenkoeken, of koekers, pannenkoek.
slag een koekersbaby vond. Toen niemand zei, die is van mij, besloot de koning blij. Wij houden deze lieveling en noemen hem het jongeling. Wij willen pannenkoeken, pannenkoeken, wij zijn dol op pannenkoek. Pannenkoeken, pannenkoek op koekers, pannenkoek. Hey, pannenkoeken, pannenkoeken, wij zijn dol op pannenkoek. Pannenkoeken, pannenkoek op koekers, pannenkoek. Vandaag. Kijk, dat dacht ik ook. En niet alleen vandaag, maar volgens mij gaan we heel het weekend carnaval vieren, hè? Ja! En dan verwacht ik ook dat jullie allemaal meedoen met de optocht. Ja! Hé, maar kennen jullie wel heel goed Polonaise lopen? Ja! Dan zal ik eens even naar de hofkapel kijken en dan gaan wij met z'n allen snel weer naar beneden. En dan komen wij jullie kant op en dan gaan we met z'n allen een hele grote polonaise doen. Is dat goed? Mooi om te zien. Zulke kleine kinderen, of tenminste nou zo klein eigenlijk ook niet, hè, want jullie zijn eigenlijk al best wel een beetje groot. En dan zo gezellig met z'n allen carnaval vieren op school.
Ik vind dat hartstikke goed. Jullie kunnen met z'n allen nou nog even een klein feestje gaan maken. Hier binnen, denk ik. Gerard. Goh, wat gaat de tijd al snel, hè? We zitten alweer halverwege de laatste dag. Het is toch niet te geloven met hem, hè? Hij is verliefd op alles. Eerst op een bosuil, dan op een aap, ook op de dansmariekes. En vorig jaar was hij verliefd op Chargé. Ga toch weg, joh. Maar er is ook nog best een en ander te zien. Hoor maar, de Laurentiusschool in het Ginneke bestaat al 100 jaar. Veel, hè? En de kinderen, de Lau Loenekes hielden daarom in het Ginneke de langste polonaise. Zowel vooruit als achteruit. Dit hebben ze gedaan op een vrijdag 24 februari. Zou het ze gelukt zijn? We zullen maar eens snel gaan kijken naar het filmpje dat door Ruud Mosius en Helene van Oosterhout gefilmd is. Vandaag neem ik waar voor Myrthe bij Hopsassa, samen met Olla. Ja, gezellig. En we zijn hier op de Laurentiusschool. Zij gaan, omdat ze 100 jaar bestaan dit jaar, proberen de langste polonaise van het Ginneke te maken. Nou, gaan jullie allemaal mee kijken? Gezellig! Yay! Yeah!
Vandaag zijn we voor Hopsasa ook weer even Micht aan het helpen. Hé, hey, Olla! Olla! Kom, Olla! Kom, sluit jij ook aan, want ze gaan hier de grootste Polonaise van het Bavianenland. Nou, ze komt eraan, hoor. Even blijven kijken. Daar is ze. Ja, hoor. Olla is binnen. Het kan beginnen. Ja, welkom allemaal. Zijn we er allemaal klaar voor? Is de jury er klaar voor? Is Baronie TV er klaar voor? Is de krant er klaar voor? Ik zou zeggen, start er maar in. We gaan beginnen. En we gaan lopen. We gaan eerst aan de Polonaise starten. Thank you.
carnaval. Hier met carnaval. Dan staat de deur open. En het moet als een idiote, kom van je aan en laat je gaan. Je hobbelpaard over de kop. Let goed op, let wel heel goed op. Anders sla je met je hobbelpaard over de kop. Hey, lekker diertje. Hop, 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 op een hobbelpaard. Hey, lekker diertje. Hop, 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 op een hobbelpaard. Dat was inderdaad een hele lange polonaise. Maar wie zie ik daar voorbij komen? Was jij daar ook gewoon mee aan het lopen? Wie was je nou weer verliefd? Op Ruud? Op Helm?
zit je dan te wiebelen? Goed, wel bedankt voor het filmpje, Ruud en Helen, maar moet je naar de wc? Oké, dan gaan we samen, want ik moet ook. Kom. Zo, hè, we konden het bijna niet meer ophouden, hè, Ola? Maar we zijn er weer. En dan gaan we nu verder met een reportage van Ruud. We zijn met z'n allen naar de bakker geweest om te gaan bakken. Want wij zijn daar naartoe geweest omdat Baronie TV een actie heeft. En dat is dat iedere gast die komt een gerechtje moet maken. Wij van Hopsasa vonden dat wij niet achter konden blijven. Dus zijn we ook, daarom ook naar de bakker gegaan. En ja, jij hebt ook een gebakje gebakken, hè, Ola? Ik ook. Ja, hij was heel groot en hij is ook omgevallen. Maar wat we daar uitgesproken hebben, dat gaan we straks zien. Want we gaan nu eerst kijken naar de kinder- en de grote optocht van Pieringskruiersdorp, gefilmd door Anton Fens. Hallo jongens en meisjes, we staan hier voor de bekendste bakker van de lucht. En het is hier al volop carnaval. En we hebben gehoord dat de prins van de lucht hier een eigen gebakje heeft. Wist jij ook gebakjes, Ola? Zullen we maar snel gaan kijken hoe dat eruit ziet dan? Wij komen voor het prinsengebakje. Prinsengebakje? Ja, die hebben wij. Loop maar even mee naar achteren. Je voor niemand te schamen, dan trek je er toch in niks van aan. We komen maar bij in de kamer en laat je helemaal. Lekker. Maar ik zie hier een gebakje en een broodje. Ja, dat klopt. We hebben een gebakje en we hebben een broodje. We hebben een gebakje gemaakt voor de prins van de Leur. Dat is prins Adriaan de Eerste, of de Tweede, dat weet ik al niet zo goed. En we hebben natuurlijk het prins Donicius broodje van Boemeldonk. Zal ik eens uitleggen wat erin zit? Ja? We hebben een pure chocoladebakje met er onderin aardbeienjam en bovenin een mousse van aardbeien. Super lekker. Lekker. Met een foto van de prins erop, die gemaakt is van de lekkerste chocolade. Dan hebben we ook nog, dat we even omdraaien. Een heel pittig broodje. We hebben een super pittige prins in Boemeldonk. Hij werkt bij de brandweer, dus hij moet een beetje een vurig broodje zijn. Dus we hebben een broodje gemaakt van flink gekruid gehakt. Met cayennekaas, paprika en uitjes. Klinkt heel erg lekker. Klinkt lekker, hè? Ja. Dan ga je die ook goed straks. Ja. Ja? Als het mag. Tuurlijk. Maar zouden wij ook een gebakje mogen maken? Want ik heb namelijk ook wat prinsen en prinsessen bij. Oh, dat kan natuurlijk. Ik ga er even voorbereiden en dan kunnen jullie je gang gaan. Als het goed is, als het goed is, dan moet ik hem boven je hoofd, moet hem op kunnen draaien. Gaan we dat proberen? Oh, zit helemaal onder een zak of niet? Blijf er nou eens vanaf, joh. Nou, is goed denk ik, hè? Ja. Maar hoogheden komt erbij. Wie zijn jullie? Ik ben Suus van het Kielergat, de jeugdprinses. Ik ben Lucas van het Kielergat, de jeugdprins. Ik ben prinses Jillica van het Kattenkamp van Dorst. Ik ben Wouter en ik ben jeugdprins in Bavianenland. Ik ben Judith en ik ben de adjudante in Bavianenland. Nou, we hebben ons voorstelrondje gehad en wat vind jij van de hoogheden? Nou, het is een hele eer om natuurlijk om zoveel bekend en beroemdheden in onze bakkerij aan te treffen natuurlijk. Dus welkom. En dan halen we natuurlijk de basis erbij. En hoe zou jullie taartje eruit zien als het echt jullie taart? Nou, met confetti, want het is altijd feest in Breda. Bij mij het narrenkopje van Kielergat. Heel gewoon superleuk, ik weet nog niet precies, maar het wordt leuk. Eigenlijk weten wij nog helemaal niks. Zal ik er eens eentje voor doen? Ja.
Ja, is dat een goeie? Dat moet gewoon verder gaan, want dat weet ik. Kijk, nou, dan maken we een mooi rosetje op een cakeje. Dan dompelen we het bovenkantje even in de citrijn. En dan versieren we het eventjes met confetti. En als we daar nou ook nog een mooie boter, een mooie rosette boter op zetten, dan hebben we toch een aardig mooi gebakje, zou ik zeggen. Nou, het ziet er nu al lekker uit. Dan gaan we nu aan de slag. Nou, we hebben nog voor jullie een prinsenbroodje. Of... Oh, ziet er lekker uit. Oh. Maar wat zit er nou allemaal in? Ja, volgens mij iets van rozijnen. Volgens mij proef ik iets van gember. Dat zou goed kunnen. En volgens mij, het lijkt een beetje een stollendeegbrood. Wat? Ja, dat klopt. Alleen hebben we nog één ingrediënt vergeten. En dat is gele room. Kijk, ik had het nog niet uitgehaald. Smakkig. Maar hij is makkelijk. Zeker weten.
zo te zien heel Barony bakt. En wij gaan hier nog lekker proeven. En verder met bakken. Nou, hoe vond jij het om te doen? Ik vond het echt super leuk en het is super mooi geworden. Ja. Femke? Femke? Hans? 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 Heel erg bedankt voor kikjes maken. Ja. Hij vond het heel leuk. Waarom? Ja, zeg me waarom. Wanneer het regent of het giet, soms wel, soms niet. En dan zingen alle eekhoorns weer dit lied. Dus vraag u eekhoorn waarom, doe jij je toch zo graag? Vraag u eekhoorn waarom, doe jij je toch vandaag? Hou je vraag gewoon dat ene ding, maak jij wel eens een boswandeling? We liepen eens een eindje door de bossen. Daar zagen we die kleine beestjes hossen. Ja, hossen. Je weet niet wat je ziet als je ze feesten ziet. Ze springen en ze dansen, oh zo goed. Oh, zo goed. Je moet het eens een keertje gaan beleven. Beleven. Ze hebben daar gewoon een lekker leven. Een lekker leven. De bossen, dat is vet. Dat wil ik altijd zijn. Een wandeling, dat doet je oh zo goed. Oh, eekhoorn, stop maar rij. En dan gaan we weer. Dan vraag u eekhoorn. Niveau. We zuipen met z'n allen heel de tank uit.
ons verlaten. We zingen oh oh hey oh. Oh oh hey oh. Op niveau. We zuipen met z'n allen heel de tank langzaam op. En als we denken, denken, denk waar je niet op van het plezier. Dan doen we onze lamp. We zuipen met z'n allen heel de tank langzaam op. En als we denken, denken, denk waar je niet op van het plezier. Dan doen we onze lamp. We mogen vullen en met bier. Dan doen we onze lamp. Er was eens een houthakker die hele stapels bomen bij zijn kleine huisje had liggen. Maar de mensen wilden er niets van kopen. Begrijpt wel dat die houthakker heel weinig geld had. En op een kwade dag kon zijn vrouw zelfs geen boodschappen meer gaan doen. De bakker wou geen brood meer geven en de melkboer geen melk. En ze hadden ook geen havermout en geen bonen meer in huis. Toen de kinderen een aangenaam broodje gingen boeken, sloeg moeder de schief voor de boer. Hebben, hè? Het was heel leuk en ja, jij had ook een taartje in je gezicht gekregen. Maar heel erg bedankt Ruud voor het filmpje van de bakker. En natuurlijk ook bedankt Anton voor het filmpje van Spierenkruisdurp. En dan gaan we nu naar het allerlaatste filmpje. Ja, maar het is het is gemaakt door Henk Zeeleg. Die is gaan kijken bij de bouwlocatie van Totteringen. En dan gaan we nu kijken wat er allemaal te beleven valt. Kijk je mee, Ola? Zo, Jovanna, wat gaan we doen vanmiddag? Nou, we gaan naar kinderen kijken die hun wagen aan het bouwen zijn voor de optocht. Oké, dan gaan we zeker even doen. Ga je mee dan? Ja. Goed zo. Zo, we zijn er. Ja. We zijn er en dan gaan we de eerste bouwwagen kijken. Hey, we zijn er weer. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Spannend? Ga zo met elkaar zelf vieren. Hartstikke leuk. Nou, wat gaan we nou doen? Kom je van, ga even kijken wat ze hebben gemaakt, hè? Allemaal verschillende kleuren. Kom maar eens even bij. Kom maar even bij, jong. Kijk, kom maar eens even vertellen. Hier, kom maar eens even bij staan. Kijk,
kijk, en dan op een kleur. Als je op kleur komt, dan moet je erop gaan staan. Het is nog niet helemaal af. Er moet nog iets bij komen te staan. Hè? Wat was de bedoeling, dames? Wat is het bedoeling? Zeg je? Een touwtje. Ja, dan moeten we toch in de ochtend komen kijken van, hè? Dan zullen we toch in de ochtend staan en even kijken. Dan gaan we in de kop, toch staan wij erop. Ja, dan gaan we in de waardes kijken. Ja? Hartstikke goed, afgesproken. Oh, als je zo'n snoepzakje krijgt. Kijk eens aan. Hallo. Hi, zijn wij. Hallo. De Bammers. Hey. De Smarties. Kijk, de Smarties. Ja, nog steeds Smarties. Die zijn weer. Die zijn weer aan het kijken. Want jullie gaan bouwen. Kijk, op de Smartie. Nee, dat is weer een andere club, Kees. Zijn jullie van die andere? Oh, kijk. Ik ben ons te boven van, daar ben ik ook. Ik ben ook helemaal voetbalboys. Ik ben ook ons te boven van. Oké, daar ben ik ons te boven van. Dan hoop ik wel even veel scoort natuurlijk. Hey, want dan kan je heel veel laten zien dat je ons te boven van bent. Hey? En heb je dan een goaltje op staan of zo? Ja. Oh, okay. Een matje. Een matje, oké. Goed dan, hè? Ja. Kijk. Heel gezellig uit. Ja, heel gezellig outfit. Maar zijn er veel wat kutsels die ik wel. En wat gaan jullie maken? Wat zijn jullie maken? Zo, nou. Kijk, dat je het goed doet, hè, meiden? Kijk, altijd zeggen van, ik heb wel even meegeholpen met jullie, hè? Het is de. Want de. Oké, en wat is de bol? Dat is die kaart. Nee, dat is de kaart. Oké, okay, ga even in de kaart kijken, Johan. Dan ga even in de kaart kijken. Ja. Dus heb je goed binnen, dan ga je even kijken. Ja. Wij hebben dan zo'n hartje. Zo'n hartje, ja. Ja, en dan staat. Kijk, dat is zo'n hartje voor jou. Ja. En dan moeten we zeggen, bel me van, want hier staat ook een netnummer op. Bellen, kan ik nog bellen ook? Oh, dan wil ik al zo'n ding hebben. Is het echt nummer? Nee. Zijn jullie vanmiddag klaar of moet jullie nog meer veel doen? Nee. Nee? Oh, oké. Zo, en dan zijn we verbieden met een bal. Zie je? Dat is echt leuk dan. Daar zijn we ons te boven van. Ja, ik ben ook ons te boven van, hoor. Van zo'n mooie kar en van zo'n mooie bolle kar. Doei, hè? Doei! Bouwgroepje. Hier zijn we. Goedemiddag. 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 Hey, we komen eens even naar jullie kijken, naar jullie bouwkunsten. Dan, laten we eens kijken waar je aan het schilderen bent. Deze. Zijn die nog nat? Ja, die zijn nog nat. Daar kan ik nog niet aankomen, hè. Kijk, zwarte handschoenen, hè. Dat mag ook weer niet, hè. Kom je vader, kom eens even bij. Wat gaan jullie uitbeelden in de optocht? Ik als Anna. Als Anna? Ja, jij gaat als Anna. En ik als Elsa. Elsa, oké. Okay. Nou, ik vind het heel mooi gemaakt. Zo. Was het nummer 27? Dus daar heb ik ook een, volgens mij hebben we dan 2 en een 7 gekregen. Ja, dat klopt. Dit is een 2 en 7, want als je hem andersom legt, is het 7 en 2. Dan klopt het weer niet uit, hè? Nee. Oh, jij bent volgens mij wel de komiek voor mij, van heel stel. Oh, dat is wel leuk, zeg. Oh. Echt helemaal niks. Alleen we hebben ons te boven. We staan hier echt op de hand. Nee, maar dat is wat leuk van. We zijn ons te boven. Ja, vinden jullie het wel leuk om te doen? Ja. Ja. Nou, en wij vinden het ook leuk dat jullie meedoen. En daarom kwamen we eens even kijken naar jullie kunsten. Ze zijn ons te boven van, dat die stoel op boven ons te boven staat natuurlijk. Ja. En wie gaat die bolle kat trekken dan, papa of mama? Mijn. Alleen. Jouw papa. Ja. Hoe heet jullie dat eigenlijk? Ik heet Amy, Jet is mijn broer en mijn kind. Dus, ja, dokter, ja. Broer en zus, hè? Ja, ik ben 5 en jij is 7. Wauw, hè? Lekker smarties. Yes, smarties. Smarties. Smarties, zakjes. Kijk zo. Ja, klaar. Dankjewel Henk voor de reportage. Er komt waarschijnlijk nog heel wat kijken voordat een van die wagens in elkaar zit. Maar wel knap van al die bouwers. Ja, jongens en meisjes, het is dan nu toch echt voorbij. Oma Toos, komt u er ook bij? Zo. Wij, het hele team van Opsasa, hopen dat jullie het leuk vonden. Wij in ieder geval wel. En daarom hopen we dat jullie allemaal volgend jaar weer voor de buis zitten. Ah, Ola, niet zo huilen. Hopsasa is dan wel voorbij, maar carnaval nog niet. En volgend jaar zijn we gewoon weer terug.
Dus hopelijk dat jullie volgend jaar weer kijken. Houdoe!